De manier waarop we nu moeten afsluiten is wel heel erg droevend. De stop is definitief uit zwembad De Hoevet in Didam. Want het geplande coronaproef afscheid is door de aangescherpte lockdown niet mogelijk. De Montferlandse oppositiepartijen organiseerden daarom een kranslegging om toch stil te staan bij de sluiting. Het is eigenlijk zeg maar alsof je een begrafenis hebt en als je naar een begrafenis gaat, leg je soms een krans of je neemt bloemen mee. Nou, bloemen meenemen, dat vonden wij hier zeker niet gepast. Ja, dit was ook een beetje een afsluiting van een hard werken afsluiting, maar ook een hart onder de riem voor de mensen die hier ook hun werk verliezen. Die met tranen afscheid hebben genomen van het zwembad. Hoewel het afscheid nemen van klanten in het water viel, was Hultemans verrast door de kransenactie. Volgens haar was deze symbolisch voor de status van het zwembad in Didam. Dit is echt daar waar het bad voor staat, een sociaal bad. En dat blijkt dus ook wel weer dat hieruit dat de gemeente dan de oppositie in ieder geval toch nog steeds betrokken is bij het bad. Mos betreurt dat De Hoevet ondanks alle reddingspogingen voorgoed is gesloten. Dat is oprecht het gevoel wat bij de oppositie leeft. Het is ons niet gelukt. Alle inzet en alle moeite die er gedaan is, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De Hoevet gaat dicht en dat is eeuwig zonde. Het personeel heeft nog enkele dagen om afscheid te nemen. Iets dat Hultemans zwaar valt. Ja, als het aan mijzelf ligt, dan het liefst iedere dag nog even rondlopen. Ik merk vandaag, het is de eerste dag dat we echt dicht zijn en dat er dus niemand meer komt. Dat je echt een beetje rondloopt van wat zal ik als gaan doen? Want zwemles geven hoeft niet meer. Ja, dat doet zozeer om dat niet meer te kunnen.